Uit onderzoek van het CBS in 2023 blijkt dat de gemeente Rijsselholte een erg gelukkige gemeente is. Is dat ook zo? Wij gaan de straat op en vragen de mensen. Nou, ik ben geboren in Rijs. Mijn vrouw komt uit Delden. En zij wil ook hier heel graag blijven wonen. Nou, ze hebben het altijd veel met de Rijssel opgehaald, ja. Ik vind het een heel gezellig en knus centrum. Gemoedelijke mensen. Dus dat spreekt ons wel aan. Mensen aardig? Heel aardig. Heel vriendelijk. Dank. De mensen zijn vriendelijk. We hebben genoeg winkels. Er is van alles en nog wat. Ik voel me hier gezond en gelukkig. Waarom? Nou, iedereen is gewoon nuchter en het is niet al te groot. De meeste mensen kennen elkaar. Dus daarop. Het is hier gezellig. En je voelt je gewoon veiliger dan andere plaatsen. Zegt u van ja, het is hier gelukkig wonen? Ja, op zich. Ja, redelijk gelukkig. Ik woon nog bij mijn ouders. Dus ben student. Dus daar zijn hele andere problemen mee natuurlijk. Maar op zich, ik kan hier wel. Het is een fijne buurt. Ik woon heel dicht bij het stadspark. En ik heb 2 honden, dus dat is heerlijk. Het is zo leuk wonen hier. Ja, je hebt hier alles. Je kunt overal naartoe. Ja. Bent u gelukkig hier? Ja, zeker, zeker. Mooie stad. Alles goed voor elkaar. Wat maakt het nou zo gelukkig wonen hier? Ja, lastig. Het is gezellig, niet te groot. Gewoon alles goed voor elkaar eigenlijk wel. Voor de kinderen, voor iedereen, voor de sportgelegenheden, alles is wel voorzien. Vindt u het ook een veilige regio? Ja, heel veilig. En waarom? Ja, ik ben op mijn gemak hier, dus wat dat betreft zo is het heel goed, ja. Ik denk ook van, het is ook wel de gemoedelijkheid van dorpen. Wat maakt dat mensen ook naar elkaar omkijken en zorg hebben voor elkaar. En wij vinden dat prettig. Ja, een westerling zal dat misschien uitleggen als negatieve sociale controle. Maar wij vinden dat dus echt zorgen om elkaar. En dat is ook mooi. Ja.